Ilias, wat overheerst bij jou? Is dat de teleurstelling over de nederlagen die jullie leiden? Of nee, misschien wel de blijdschap over jouw eerste Eredivisiewedstrijd? Ja, het is voor mij gemengde gevoelens, zoals je zelf ook al aangeeft. Ik ben, ten eerste ben ik natuurlijk hartstikke blij dat ik de eerste stap heb gezet in de Eredivisie. Maar ja, je gaat wel met de 3-0 terug naar huis. En je hebt die punten hard nodig, dat weten we allemaal. Maar ja, gemengde gevoelens. Ja. Hoe kijk je terug op jouw persoonlijke wedstrijd? Met name de eerste helft ben ik wel een aantal keren goed aan de zijkanten doorgekomen. Ik moet ook mijn acties maken als ik de bal heb, want dat is de reden waarom de trainer mij ook opstelt. Dus moet ik niet bescheiden gaan voetballen. Dat is de eerste helft met name goed gelukt, omdat ik de kans daarvoor kreeg. En de tweede helft zie je dat dan vallen die tweede ballen net niet goed of dan kom je net niet goed door. En, ja, dat is dan jammer, maar de eerste helft zeker tevreden. Zijn er dan zenuwen als je voor je eerste Eredivisiewedstrijd het veld op gaat? Ja, tuurlijk. Je hebt wel een gezonde spanning, maar ik ben hartstikke nuchter eronder. Ik wil gewoon genieten en op het veld denk ik aan niks anders dan gewoon lekker genieten. En ik denk dat dat aardig is gelukt. Alhoewel, ja, natuurlijk 3-0 is gemengde gevoelens zoals ik al zei. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen, ja, het is natuurlijk ook wel andere koek Heerenveen dan Jong Vitesse en Barendrecht. Ja, zeker. Het is echt een grote werk. En wat je bij je jong Sparta doet, voor mij maakt dat in principe niet uit. Ik moet gewoon mijn kwaliteiten laten zien en ik weet dat ik die heb. De trainer en het team heeft daar vertrouwen in. En dan wil je dat terugbetalen in het veld. Wanneer werd jou duidelijk dat je zou gaan spelen vanavond? Ja, ik had eerlijk gezegd al een klein voorgevoel. Omdat we hadden natuurlijk besproken dat Heerenveen kwetsbaar is achter de laatste lijn. En mijn kracht is dat ik ben een snelle speler. En dat is natuurlijk 1 plus 1 is 2. En dan kan je natuurlijk goed gebruik ervan maken van mijn snelheid. In combinatie met dat zij kwetsbaar zijn achter de verdediging. Dus we hebben getraind. En toen werd het duidelijk dat ik zou gaan starten. Ja. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n optreden ook wel naar meer smaakt. Ja, zeker. Je bent natuurlijk gebrand. Je bent blij dat je de eerste keer mag starten. Maar het smaakt zeker naar meer. Ja. Ja. Nu op naar het eerste doelpunt. Zeker, op naar het eerste doelpunt inderdaad. Ja. Of de eerste twee doelpunten. Ja.